Hier komen mensen binnen en die kunnen zich melden aan de balie. Dan kunnen wij op kiezer kijken wanneer ze een afspraak hebben voor het spreekuur. Dan kunnen we opzoeken en dan kunnen we ze aanmelden. Dan kunnen ze plaatsnemen in de wachtruimte. Dus dat is eigenlijk wat hier in de wachtruimte allemaal afspeelt. Ja? Bij de balie worden natuurlijk ook andere dingen gedaan. Als mensen uit de spreekkamer komen, dan komen ze hier om af te rekenen of spulletjes te halen, zoals pipetjes tegen vlooi en teken, ontwormingstabletjes, noem maar op. Ze kunnen met allerlei vragen daar bij ons terecht. Dan gaan we naar achter. Dit is gewoon een van de spreekkamers. Hier komen de mensen dan binnen met hun dier. Er wordt hier op tafel gezet. En de arts die gaat dan vragen wat er aan de hand is. Mensen kunnen dan vertellen hoe of wat. En dan noteren ze het op de computer. En ze kunnen hier prikjes krijgen en getemperatuurd worden. En er wordt geluisterd naar het hartje, naar de longetjes. Ze worden helemaal nagekeken. En desnoods kan de dierarts ook medicijnen voorschrijven. En die printen we er weer uit bij de computer bij de balie. Dat wordt hier allemaal een beetje besproken en gedaan. In het laboratorium worden eigenlijk de bloedonderzoeken gedaan, de ontlastingonderzoeken, de urineonderzoeken. Dus dat betekent als we het bloed hebben afgenomen in de spreekkamer van een hond of een kat, dan kunnen we dat in de machines hier achter je, kunnen we dat inzetten. En dan kunnen we kijken of daar iets mee mis is, of dat het goed is het bloed, dat soort dingetjes allemaal. Er komen uitslagen via deze computer komen binnen, via de mail. Voor allerlei dingen die opgestuurd zijn naar andere laboratoria. Of als we bijvoorbeeld een hond hebben geopereerd waar we een grote bult hebben weggehaald. Waar ze die bult onderzoeken om te kijken of die bijvoorbeeld kwaadaardig zou zijn of niet. En die uitslagen komen hier allemaal binnen. En dat moeten we allemaal verwerken. Dit is waar de diertjes binnengebracht worden voor operatie. Je ziet de zusjes in de kleine hokken, de hondjes daaronder. De witte piertjes op de hokken, dat is eigenlijk gegevens van de eigenaar en de gegevens van het dier. En daar staat ook op vermeld voor wat voor operatie dat ze komen. Nou, dit is de röntgen waar we het over, waar ik het net eigenlijk al een beetje over had. Dat is het apparaat wat ik net vertelde voor die straling. Dat heet een doorlichtapparaat, maar dit is een echt apparaat om foto's mee te maken. En hier kan je het allemaal heel mooi zien. Ik weet niet precies op deze foto wat het is. Volgende. Zo, ik wil ook graag gaan. Ga swipe gaan. Oh. Jij ook? Nee. Swipe gaan. Oh, dit. Waarom koos u voor dit beroep? Wat vindt u er leuk aan en wat minder leuk? Heeft u zelf ook huisdieren? Waarom vindt u het ook fijn om dieren in huis te hebben? Wanneer is het dierenziekenhuis gestart? Bent u ook gehecht aan een van de dieren? Hoe kunt u bij dieren zien of het een mannetje of een vrouwtje is? Wat gebeurt er met de dieren die niet door een eigenaar worden opgehaald? Waar gaan de dieren naartoe als de eigenaar niet meer kan voorzorgen?
Wat gebeurt er met de dieren wanneer het doodgaat? Wat is het gekste dat u ooit heeft meegemaakt?